educatiecentrum Paramaribo Zoo heropend, Men Cookout 2024 en einde van kind zijn. Goedenavond en welkom bij het 10 minuten jeugdjournaal. De Paramaribo Zoo is de dierentuin van het land. Je kan er dieren zien waarvoor je normaal diep het binnenland in zou moeten en dan nog dagen naar zou moeten zoeken. Maar wat je nu ook kan doen, is een rondje lopen in het educatiecentrum om nog meer te weten te komen over de dieren in de tuin en in het bos. Om de hoek van de hoofdingang van de Paramaribo Zoo is het educatiecentrum. Bij de heropening waren er zeker 50 kinderen aanwezig. Een uitdaging, maar het is hoofdeducator van het centrum Grace Weert gelukt om de kinderen hun aandacht bij de dieren te houden. Het lag een heel tijdje dicht, maar binnen was er wel informatieve reekmateriaal. En het is natuurlijk zonde, want scholen zijn verplicht om 2 tot 3 educatieve tripjes te doen per schooljaar. En heel veel juffen zaten ook met hun handen in het haar. Dan liepen ze een ommetje schommelen en toch ben je niet zo rijk uit de zoo gekomen. Dus nu met de heropening van ons educatiecentrum komt het kind nu helemaal verrijkt terug. Hier geven we de informatie over de belichte dieren. Vervolgens gaan ze naar de heuvel. Daar heb je Lulu vertelt daar een verhaal over zijn dierenvrienden. En daarna gaan ze ook nog naar een dierenfilm kijken. Dus het kind gaat sowieso verrijkt terug naar school. Het is niet alleen voor de basisscholen. Ook volwassenen mogen het centrum bezoeken en geïnformeerd worden door Grace en Lulu het aapje. Lulu zijn aapje heeft heel lang gewoond in een boom naast de school en heeft altijd meegeluisterd. En wat hem is opgevallen is dat er heel weinig over zijn dierenvrienden werd verteld. En Lulu heeft hier getikt aan de deur en heeft gezegd van jongens, ik heb wat informatie. Geef dit goede nieuws aan de kinderen. En ik heb dat meegenomen en ik heb dat ook hier uitgebeeld en uitgesteld. De heropening is goed ontvangen bij de kinderen van de Kangaroo School. Ze kunnen nu nog meer leren over de dieren in ons land. Zodat ik dieren kan leren, dan kan ik zien hoe dieren die vacht uitziet. En ja, ik vind het gewoon leuk dat ik dieren, veel dieren kan zien. Omdat er verschillende dingen zijn om te leren. Er zijn verschillende dieren en zo. Ze komen hier om kennis te maken met de dieren. De meesten kennen de dieren al, maar verdiep toch de kenmerken van de dieren, tot welke dierengroep behoren ze, want dat komt allemaal ook voor in het schoolcurriculum. En natuurlijk ook liefde voor dieren en de natuur. En ja, een leuke tijd ook hebben, toch? Vrolijke, huppelende kinderen, tieners die zich dansend uitlaten op soca-muziek en bezoekers die bij een karretje staan waar een flinke tonijn op ijs is uitgestald. Kortom, er was voor ieder wat wils op de Kota Men Cookout. Zoals de naam al doet vermoeden, staan de mannen op die avond achter de potten en pannen. Door mee te doen leveren zij op hun manier een bijdrage aan de goede doelen van de organisatie Rotary Club of Paramaribo Kota. Zoals je kan zien is de cookout goed bezocht. Kan jij raden hoeveel mensen op het evenement zijn afgekomen? Ruim 8000 mensen waren deze keer aanwezig en dat is zeker meer dan vorig jaar toen het evenement 6000 bezoekers trok. Het doel van de Kota Men Cookout is om zoveel als mogelijk geld binnen te halen, zodat we kinderen met een beperking, kinderen die het moeilijk hebben, vrouwen in moeilijke situaties en ouderen in onze gemeenschap kunnen ondersteunen en helpen. De Kota Men Cookout wordt al 24 jaar georganiseerd en kan daarom een begrip in de samenleving worden genoemd. Vooral de laatste jaren trekt het duizenden bezoekers. De opbrengsten van de Men Cookout gaan altijd naar een sociaal doel. Zoals 2 jaar geleden toen de Huber Stichting een makeover kreeg. En als je dat ziet, als je ziet hoe blij je ze kan maken met een lekker bed, een mooie kamer, een badkamer en een toilet wat gebouwd is op hun handicap.
dan doet het je zo goed. Dan werk je nog harder volgend jaar om nog meer geld te kunnen verdienen om deze groep te kunnen helpen. Rotary Club of Paramaribo Quota is een serviceclub. Dit is een vrijwilligersorganisatie die liefdadigheidswerk doet. Dit vrijwilligerswerk inspireert jongeren om zich ook in te zetten voor sociaal werk. Ja, het heeft me heel erg blij gemaakt om te zien hoe momentjes ze die dingen, momentjes dat ze de spullen geeft en ze te horen krijgen wat ze allemaal kregen. Zie je hun gezicht zo oplichten, je ziet die smile op hun gezicht en dat vind ik ook heel erg leuk om te zien. Ik denk wel dat ik dit ook ga doen als ik ouder ben, want het ziet er gewoon heel erg leuk uit. Ook de mannen die graag koken kunnen niet wegblijven van het evenement. Zoals de heren van Kuldups in Groep, die al een tijdje niet hadden meegedaan. Dus na 10 jaar hebben we besloten om toch weer mee te doen, om ook iets terug te doen voor de samenleving. En met Quota samen te werken eigenlijk. Er zijn zoveel bedrijven die hier werken. Dus het is leuk, het is gezellig. Je ontmoet mensen, je ontmoet vrienden. Het is gewoon een happening. Het is niet meer weg te denken. Jaarlijks worden er tientallen organisaties en instellingen geholpen met het geld dat Quota ophaalt bij de cookout. Angst en paniek op de Nikeri-rivier toen de Blue Boat, die dagelijks mensen tussen Nikeri en Apura vervoert, begon te zinken bij de riviermonding. Door samenwerking van de politie en militairen konden alle passagiers veilig aan wal worden gebracht en is de maritieme autoriteit gestart met een onderzoek naar het voorval. Ondertussen werkt de regering aan strengere regels om zulke gevaarlijke situaties in de toekomst te voorkomen. Laten we hopen dat ze niet alleen met de stroom meegaan, maar ook de juiste koers blijven varen voor de veiligheid van iedereen. Suriname gaat voor schoner goud. Met het Planet Gold project wordt het zoeken naar goud in de ambachtelijke en kleinschalige goudmijnbouwsector veiliger en milieuvriendelijker gemaakt door kwik te vervangen met schonere alternatieven. Samen met andere landen werkt Suriname aan duurzame oplossingen en betere kansen voor de gemeenschappen rondom de mijnen. Dit project loopt tot 2027 en brengt Suriname een stap dichterbij een veilige en schone toekomst voor iedereen. Een verrassende modderbui voor de koning en koningin van Spanje. Tijdens hun bezoek aan het door overstromingen getroffen gebied, genaamd Valencia, werden ze bekogeld met modder door boze demonstranten die vonden dat de hulp veel te laat kwam. Meer dan 200 mensen zijn omgekomen door de overstromingen en veel inwoners voelen zich in de steek gelaten. De bedoeling van het bezoek was om de inwoners te troosten, maar dat liep anders dan gepland. De koning had begrip voor de gevoelens van de mensen en zei dat hij de mensen niets kwalijk nam. Nog 1 nachtje slapen en dan barsten de Amerikaanse presidentsverkiezingen los. Donald Trump en Kamala Harris zetten vandaag alles op alles om de laatste twijfelende stemmers te overtuigen. Het lijkt een nek-aan-nek race te worden, want de kans is groot dat beide kandidaten evenveel stemmen kunnen binnenhalen. In verband met het 20-jarig bestaan van het 10 Minuten Jeugdjournaal duiken wij in ons archief. Vandaag hebben we een onderwerp uit 2019. Een kind zijn en dan zelf een kind hebben. Dat verandert veel in het leven van een meisje. Wanneer zij zelf nog veel tijd met haar vriendinnen zou willen doorbrengen, heeft ze nu ineens een zware verantwoordelijkheid. Een baby hebben is voor een volwassen vrouw al geen makkie, laat staan voor een tiener. Yo me llamo Melanie y mi niño se llama Yurian. Lo tuve a los 13 años y ahora tiene 10 meses. Yo me llamo Esira, tengo 13 años y mi niña se llama Belisa. Estoy en sexto grado. No pude pasar por octavo porque se le embarazaba estando en sexto. Lo peor de tener un niño es que no puede salir ni disfrutar, porque tiene que estar con él todo el tiempo, para lo que él necesita. Y no podemos hacer lo que nosotros queremos. A veces cansa bastante y uno no tiene la paciencia para ellos.
¿Negra? ¿Ya? Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya. A ver, va. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Yo sé que no estoy preparada para ver una niña, pero tengo que asumir la responsabilidad que yo. Tengo que esforzarme más en el estudio para darle un futuro a él y para mí. Le aconsejo a las otras niñas que se protejan y se cuiden bien, que hay tiempo para tener un bebé. Que tener un niño no es solo un juego, pero podemos arruinar nuestros planes. Hiermee zijn we gekomen aan het eind van het 10 minuten jeugdjournaal. Bedankt voor het kijken, goedenavond.